celstraffen tot 6 jaar in het zogenoemde jihadproces. Voor het opruien en ronselen van jongeren om af te reizen naar Syrië. Volgens de rechter mag je fan zijn van IS, maar ging dit om heel veel meer. Verder in het nieuws vandaag. Woningbouwbaas moet de cel in. En Gronings eerbetoon aan zanger, acteur en stijlicoon. Goedenavond. Is het een groep jongens met extreme ideeën of gaat het om een criminele organisatie met een terroristisch doel? Dat was de vraag in het zogenoemde jihadproces. De rechtbank koos voor het laatste en oordeelde hard over de verdachten. Door hen, zegt de rechter, voelden jongeren uit onder meer de Schilderswijk zich geroepen om af te reizen naar IS-gebied. En dus straffen tot 6 jaar cel. Ze maakten van hun opvattingen geen geheim. Afkeer van de democratie, dromend van een kalifaat. De strijd in Syrië tegen Assad juichten ze toe en de martelaarsdood roemden ze. Tijdens demonstraties, maar vooral op social media. In de Haagse Schilderswijk is in de periode van 2012 tot medio 2014 een organisatie actief geweest die naast een aantal legale activiteiten zich heeft beziggehouden met het opruien en werven van jonge mensen om deel te gaan nemen aan de gewapende jihadstrijd in Syrië. Ze vormden een criminele organisatie met terroristisch oogmerk in Syrië, oordeelde de rechtbank. En dus volgden er straffen waar het Openbaar Ministerie heel tevreden mee was. Want dat had zwaar op deze zaak ingezet. Het strafrecht is er niet alleen om misdrijven te bestraffen, maar het strafrecht is er ook, zeker bij terroristische misdrijven, ja, om terroristische aanslagen te voorkomen. En daarom wil je vroeg ingrijpen. Dat hebben we in deze zaak gedaan. En dus is het buitengewoon goed gelukt. De advocaten van de Haagse hoofdverdachten gaan in hoger beroep. Hun cliënten zijn de dupe van de huidige angst voor terrorisme in de samenleving, zeggen de raadsmannen. Er is heel veel maatschappelijke druk geweest op het Openbaar Ministerie, op dit proces. En ik denk ook bij de rechterlijke macht uiteindelijk. Vanwege die ontwikkelingen van de laatste tijd. Maar die hadden geen enkele rol mogen spelen in deze uitspraak. Ik denk sowieso dat de rechter onvoldoende rekening heeft gehouden met het feit dat dit allemaal 2-3 jaar geleden gebeurd is. Toen wij allemaal in Nederland heel anders dachten over de strijd in Syrië. En dat zeker niet als terrorisme zagen. Maar als een legitieme strijd tegen een abject regime, zoals de rechtbank zelf al terecht opmerkte. Bij Verstek werden 2 mannen die in Syrië strijden tot 6 jaar veroordeeld. 1 terugkeerder kreeg 5 jaar. Ja, verslaggever Nicole de Vever bij de rechtbank. Veel aandacht voor deze zaak, Nicole. 6 jaar voor de hoofdverdachte. Waarom? Nou, de rechter ziet hem als de drijvende kracht, de aanjager achter een groep die met religieus fanatisme anderen daartoe probeerde aan te zetten te vertrekken naar Syrië om daar deel te nemen aan de gewapende strijd. Hij deed dat vooral via social media. De rechter noemde het voorbeeld dat hij eigenlijk advies leek te geven hoe je kon gaan vechten bij IS en Jabhat al-Nusra. Je moest dat vooral niet bekendmaken, maar zeggen dat je alleen naar Syrië ging, want dat was wel toegestaan. Nou, op basis van deze en andere uitingen werd hij dus veroordeeld tot 6 jaar. En de hoogte van de straffen kwam voor veel mensen in de rechtszaal vandaag als een verrassing. Ja, waarom? Omdat veel mensen dachten dat dit niet zou gaan lukken? Nee, ze rekenen op lagere straffen, want het Openbaar Ministerie die kreeg wel wat tegenslagen te verduren tijdens het proces. Zo werden er 2 verdachten vrijgelaten, die mochten hun vonnis in vrijheid afwachten. En een belangrijke aanklacht, die van ronselen, werd ondanks aangifte van ouders van Syriëgangers uit de Schilderswijk niet bewezen door het Openbaar Ministerie. Men rekende dus op lagere straffen, maar dat liep anders. Ja, de rechter die heeft het over een criminele organisatie die terreur wilde plegen. Wilden ze terreur plegen in Nederland? Nee, absoluut niet. Het ging erom dat ze mensen wilden aanzetten om naar Syrië te vertrekken om daar terroristische misdrijven te plegen. De rechter die benadrukte dat het verheerlijken van de IS op zich niet strafbaar is. Dat valt onder de vrijheid van meningsuiting. Maar, zegt de rechter, deze mannen die gingen verder. Nou, het Openbaar Ministerie die was erg blij met de vonnissen vandaag. Want die wilde met deze rechtszaak ook duidelijk maken dat zij een belangrijke rol te spelen hebben in het indammen van de terreurdreiging. Nou, de verdediging die denkt er natuurlijk heel anders over. Die zeggen, ja, je moet alleen maar kijken naar welke strafbare feiten die zijn gepleegd. En je moet niet oordelen op basis van angst in de samenleving na Bataclan.
na Charlie Hebdo. Want daar hebben deze cliënten niets mee te maken. Nou, de discussie wordt nog vervolgd in hoger beroep. Oké, Nicole, dankjewel. Ja, en hoe is het inmiddels in IS-gebied zelf? Mosul is de grootste stad in handen van IS. Extremisten voeren er een streng bewind. Er wonen naar schatting nog 2 miljoen mensen. Deel van de bevolking is gevlucht onder meer naar de Koerdische stad Kirkuk. En daar wachten ze nu af tot ze weer naar huis kunnen. Maar die andere huizen staan in IS-gebied. Na de verovering door IS heeft Fars het nog 9 maanden volgehouden. In zijn dorp konden zij niet meer naar school. Was er geen werk, was alles duur en vrouwen hadden geen leven. De oud-gouverneur van Mosul hoort precies dezelfde verhalen. Toch wil hij niet dat de mensen daar nu al in opstand komen. We will not encourage the people to rise up against Daesh and we are far away from them and we cannot help them to do that. Because that would be suicide in a way. Yes, of course. Je kunt lo. يعني يقول له انت ما تيجي الدولة الإسلامية؟ لا. الا تجي على الدولة الإسلامية. Most of them didn't agree with the policy of Daesh, mostly of them. But in the same time, they afraid from the Shia militia. Daesh had media points to show the people that if the Shia militia come to Mosul, it will be a revenge and it will be a terrible thing. Bedenk dat de mensen die deze filmpjes te zien krijgen Soenitische Arabieren zijn, die het veelal sowieso al niet op hebben met de Shiiten in Irak. En dat is iets waar je rekening mee moet houden met de herovering van Mosul. Een miljoenenstad bombarderen vanuit de lucht, dat gaat al niet. Maar de grondtroepen die worden ingezet, moeten dus grondtroepen zijn die ze in Mosul vertrouwen. Voor Fars kan het moment van herovering in elk geval niet snel genoeg komen. Hij was er zelf niet bij in de rechtszaal toen de uitspraak kwam. De oud-topman van woningcorporatie Rochdale, Mullenkamp. Hij moet 2,5 jaar de gevangenis in. Mullenkamp vervulde een maatschappelijke voorbeeldfunctie en zijn gedrag had daarom onberispelijk moeten zijn. Hij heeft het vertrouwen dat de maatschappij moet kunnen hebben in de integriteit van bestuurders van woningcorporaties geschaad. En volgens de rechter is Mullenkamp schuldig aan jarenlange omkoping, witwassen, verduistering, oplichting van zijn werkgever, belastingfraude en mijnheid. Zorgen voor sociale huurwoningen, dat is wat een woningcorporatie moet doen. Ondertussen reed bestuursvoorzitter Mullenkamp rond in een Maserati van de zaak en vroeg die tonnen smeergeld van zijn zakenpartners. Hij wilde ver boven zijn stand leven en vroeg daarom zakenrelaties herhaaldelijk om geld. Mullenkamp was er vandaag niet bij in de rechtszaal. De rechter rekent hem zwaar aan dat hij geen enkel berouw toont. Vorig jaar bij de parlementaire enquête ontkende hij nog, onder ede, dat hij ooit iets fout heeft gedaan. Heeft u ooit geld of gunsten aangenomen voor eigen voordeel? Nooit. Nooit? Nooit. Gelogen en dus mijneed, zegt de rechter vandaag. Schaamteloos, zo noemt de rechter het gedrag van Mullenkamp. De directeur van een woningcorporatie die alleen maar aan zijn eigen portemonnee dacht, boven zijn stand wilde leven. Een hoge straf, omdat juist iemand in zijn functie een voorbeeld zou moeten zijn. Iemand met onberispelijk gedrag. Hij was directeur van een woningbouwvereniging. Dan denk je aan volkshuisvesting, dan denk je aan sociale woningbouw. En hij heeft zich gedragen als een geldbeluste man. Die alleen maar op zijn eigen gewin uit was. En juist dat graaigedrag, zoals dat later is gaan heten, dat wordt zwaar bestraft. Dat moet ook als voorbeeld dienen. Mullenkamp heeft nog niet gereageerd, maar eerder in het proces heeft hij al gezegd dat hij hoe dan ook in hoger beroep gaat. Het was juist bedoeld om werknemers meer zekerheid te geven, maar de wet die dat moet regelen, het nieuwe ontslagrecht, werkt niet. Sterker nog, het effect is precies andersom.
blijkt uit een enquête van Nieuwsuur onder arbeidsrechtadvocaten. Werkgevers zijn veel voorzichtiger geworden om mensen in vaste dienst te nemen. Juist door dat nieuwe ontslagrecht. Schoenenwinkel Dungelman in Rotterdam. Wij hebben 17 winkels waarin we dames, heren en kinderschoenen verkopen. Sinds 1 juli is de wet veranderd. Als je na 2 jaar niet in vaste dienst komt, heb je recht op een ontslagvergoeding. De zogeheten transitievergoeding. Maar daar zitten veel werkgevers niet op te wachten. Wij bieden mensen die net bij ons beginnen 3 keer 7 maanden aan. En dat was voorheen? 3 keer een jaar. Dus mensen staan nu eigenlijk eerder op straat? Ja. Arbeidsrechtadvocaten zijn kritisch op de wet. De minister heeft wat mij betreft politiek briljant gehandeld. Heeft in 6 maanden een wetswijziging doorgevoerd waar we vanaf de Tweede Wereldoorlog wel op zaten te wachten. De vraag alleen is of de kwaliteit van dat stukje wet in die grote snelheid zo ingrijpend het effect gaat hebben als dat de minister bedoelt. Nieuwsuur hield onder de leden van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten een enquête over de gevolgen van de wet werk en zekerheid. Ruim de helft van de leden vulde de enquête in. De resultaten. 65% van de advocaten ziet dat werkgevers terughoudend zijn om mensen in vaste dienst te nemen vanwege het nieuwe ontslagrecht. Dungelman heeft altijd vaste werknemers gehad, zijn we altijd overgegaan tot vaste contracten. Maar nu wanneer wij iets niet helemaal zeker weten van de werknemer, zullen wij eerder overgaan tot beëindiging dan in vaste dienst nemen. Ja. En waar ligt dat dan aan? Het arbeidsrecht is dermate beschermend voor werknemer dat wanneer iemand in vaste dienst is, dat we er eigenlijk bijna niet meer vanaf kunnen. Straks in Nieuwsuur meer over de gevolgen van het nieuwe ontslagrecht en een reactie van de verantwoordelijke minister Asscher. Misbruik, mensenhandel, opgesloten worden in een gevangenis. Het overkomt vluchtelingenkinderen in Europa. En kinderombudsman Mark Dullaert maakt zich grote zorgen. Vandaag reisde hij naar de grens tussen Macedonië en Griekenland, waar de Griekse politie gisteren een groot vluchtelingenkamp ontruimde. Nargis is 10 en komt uit Afghanistan. Ze is met haar familie gevlucht. Samen met honderden andere kinderen wacht ze op een trein naar het noorden. Ze hoopt dat ze uiteindelijk naar Engeland kan reizen. De Nederlandse kinderombudsman is in Macedonië om te zien hoe kinderen worden behandeld. Hij biedt namens het Europese netwerk van kinderombudsmannen in januari een rapport aan de Europese Commissie. Alle landen op de route hier in Europa waar al deze kinderen en minderjarigen langskomen, hebben het VN-kinderrechtenverdrag getekend. Wat ik zie, dat of je nou kind bent of niet, dat dat niks uitmaakt hier in deze vluchtelingenstroom. Dat kinderrechten hier gewoon met de voeten worden getreden door de verschillende naties hier op deze vluchtroute richting Europa. Het is al uren wachten op de trein die zou komen. Maar er is geen informatie over hoe lang dat nog gaat duren. All of the people come here to want to give the train, but the train don't come. Then all of the people come back again and again go, again come back, again go. It's very hard, very difficult for us. Maar als je hier staat en je ziet hier letterlijk gezinnen met hele kleine kinderen hier 6 uur, 7 uur, 8 uur in de kou staan waaien, wachtend op een trein, verstoken van informatie en oververmoeid. Dat is bijzonder schokkend en pijnlijk om te zien. De trein is gearriveerd en deze mensen staan nu in de rij te wachten totdat ze naar binnen mogen. Ook deze kinderen dus kunnen dan in ieder geval even warm zitten wat dat betreft en op weg naar de grens met Servië. Van daaruit Servië, Kroatië, Slovenië. Op weg naar misschien wel Nederland. Ja, ze dachten net de rotzooi een beetje aan de kant te hebben. En toen begon het allemaal weer opnieuw. Na 4 dagen heel veel regen wordt het noordwesten van Engeland nog een keer getroffen. Hevige regenval, overstromingen. Er is een dorpje dat het weer moest ontgelden. De bewoners van het dorp Glenridding konden het gisteravond niet geloven. Er werden weer flinke buien verwacht. Maar niemand had gedacht dat dit weer zou gebeuren. It's devastating. I just we got the call tonight that Alan Brown needed help in the shop, and we were all expecting, we need to get the shovels out and the mops out, and you just walk down and it's just, I just broke into tears. I was just like, this is just not happening again. It's crazy. We've spent the last 3 or 4 days digging out shops and helping all the locals, and just for it all just to happen again, just heartbreaking, isn't it?
Afgelopen weekend raasde storm Desmond over Schotland, delen van Ierland en Noordwest-Engeland. Rivieren traden buiten hun oevers en vooral in het dorp Glenridding was de schade groot. En nu weer staan de straten blank en de huizen en winkels onder water. En zetten voor de bewoners niets anders op dan weer opnieuw beginnen. Ruim 7500 treinreizigers hebben via consumentenclaim een klacht ingediend bij de NS over de overvolle treinen. Ze willen dat de NS meer zitplaatsen regelt in de spits, omdat reizigers nu vaak moeten staan. Als de NS niks doet met de klachten, dan eist consumentenclaim een schadevergoeding. De Tweede Kamer gaat Kamervoorzitter van Miltenburg toch horen over haar rol in de zogenoemde Teven-deal. Door haar belandde mogelijk een anonieme brief van een klokkenluider in een papierversnipperaar. In de brief stonden het juiste bedrag en de betalingsgegevens van die Teven-deal. Dat wilde de Tweede Kamer juist allemaal weten. En in de Noorse hoofdstad Oslo is de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. De prijs gaat naar het zogenoemde Nationale Dialoogkwartet, een samenwerkingsverband van 4 organisaties in Tunesië. Ze werken sinds de revolutie in 2011 samen om in het land democratische hervormingen door te voeren. Een beveiliger van prinses Amalia blijkt in oktober haar geladen pistool te zijn vergeten in de meisjeswc van de school van Amalia. Leerlingen wezen de beveiliger meteen erop en die deed het wapen weer in haar holster. Een politiewoordvoerder spreekt over een menselijke fout die niet had mogen worden gemaakt. Er zijn geen maatregelen genomen tegen de beveiliger. En nog één dag, dan moet hij er liggen, een groot klimaatakkoord. Uit Parijs kwamen positieve geluiden de afgelopen dagen, maar het lijkt nu toch wat stroever te lopen. De belangrijkste geschilpunten zijn blijkbaar tot het laatst bewaard. En dus over naar Parijs, naar Ron Linker, bij de Milieutop. Ron, met minder dan 24 uur te gaan, hoe is het daar op dit moment? Nou Rob, diplomaten maken zich hier op voor een tweede achtereenvolgende nacht doorvergaderen. Iedereen kijkt hieruit naar een nieuwe derde ontwerptekst van Laurent Fabius, de Franse minister die de onderhandelingen leidt. Maar die tekst die had er eigenlijk al om 3 uur vanmiddag moeten zijn en het is nu 8 uur. Dus alles loopt weer vertraging op en loopt dus vertraging op tot in de kleine uurtjes van de nacht. En dan moeten diplomaten zich overeind zien te houden met uiteraard gesprekstof. Koffie met fruitsnoepjes en volgens de krant Le Monde zijn er ook veldbedden beschikbaar gesteld voor oververmoeide diplomaten die een moment van rust nodig hebben. Hoe dan ook, die deadline waar jij het ook over had van 6 uur morgenavond, het lijkt steeds onwaarschijnlijker dat de delegaties die deadline gaan halen. Waar zit het vast op dit moment? Het zijn nog enkele tientallen onderwerpen waarover men het niet eens kan worden. En die laten zich eigenlijk allemaal terugvoeren tot 2 kernbegrippen. Ambitie en geld. Ambitie, dan hebben we het over hoe ambitieus moet dit akkoord eigenlijk worden. Bijvoorbeeld de Europese Unie die klaagt erover dat de ontwerptekst die nu op tafel ligt op bepaalde punten nog te mager is. Met name als het gaat om de snelheid waarmee straks landen bij de les kunnen worden gehouden, bijgestuurd kunnen worden als dat nodig is. En dan geld, dan gaat het nog steeds over de discussie tussen arm en rijk en hoe de gevolgen van klimaatverandering ondervangen kunnen worden. Welke landen gaan straks meebetalen daaraan? En welke landen gaan straks ontvangen? Nou, dat zijn punten die de komende uren, de nachtelijke uren, de gesprekken hier in Le Bourget zullen beheersen. Oké, de nacht in. Ron, dankjewel. Ja, de crisis is voorbij en dus wordt er weer gebouwd. In Amsterdam wordt wel heel veel gebouwd. In de hoofdstad zijn ze begonnen met de bouw van 8000 nieuwe woningen. En dat is een record. Nieuwbouwwoningen, maar ook kantoorpanden worden omgebouwd. In andere grote steden, Utrecht en Rotterdam, liggen de aantallen veel lager. Het wordt steeds drukker in Amsterdam. Dit deel van Eiburg worden straks nog tot 1500 nieuwe woningen gebouwd. En daar blijft het niet bij. Amsterdam zet vol in op nieuwbouw, want de vraag is groot. Amsterdam groeide de afgelopen jaren met gemiddeld 11.000 inwoners per jaar. Daar moet dan ook voldoende voor gebouwd worden. Afgelopen jaren bleef die bouw wat achter. Dus maakt de stad een inhaalslag. Samen met projectontwikkelaars bouwen ze hele nieuwe woonwijken. En hier alleen al worden momenteel ruim 700 woningen gebouwd. Dit gebouw is nog niet af. Toch zijn er voor alle appartementen al bewoners gevonden. De vraag is enorm toegenomen. En de markt zou haast wel weer overspannen kunnen zijn. Want grond in Amsterdam is schaars. Je moet echt de lucht in gaan waar je de lucht in kan gaan.
Deze woontoren wordt ongeveer 70 meter hoog, maar we denken dat je wel het dubbele moet aanpakken. En wat je ook zou moeten doen is veel meer werk maken van het transformeren van kantoren. Zoals hier, het oude hoofdkantoor van ING, waar straks 500 woningen in komen. Ombouw en nieuwbouw. Zo moet de stad ook nog ruimte kunnen bieden aan mensen met een minder groot budget. Zoals studenten of mensen met een sociale huurwoning. Door te zorgen dat we flink gaan bouwen, en dit jaar bouwen we dus heel veel woningen, kunnen we voorkomen dat straks mensen gedwongen worden om de stad te verlaten, alleen maar omdat het hier te duur is. Toch zijn veel nieuwbouwprojecten zeker niet voor iedereen, zoals hier in de houthavens. Dat moet er straks zo uitkomen te zien en is alleen voor de crème de la crème. Bovenin komt dit enorme penthouse. Vraagprijs zo'n 15 miljoen euro. Nou, om de vraag te voldoen wil Amsterdam ieder jaar 5000 nieuwe woningen bouwen. I'ma take you home, I'm a black star. Take your passport and shoot. I'm not a pop star, and your sedative. David Bowie als popartiest. De nieuwste videoclip. Bowie, die we al 50 jaar kennen. In iedere periode met een compleet nieuw imago. Muzikant, artiest, acteur, dit stijlicoon. En morgen begint in het Groninger Museum een overzicht van Bowie's uitzonderlijke carrière. Met meer dan 300 objecten uit zijn persoonlijk archief. David Bowie, genie volgens velen. In allerlei vormen en persoonlijkheden. Je komt hier achter die persoonlijkheden. Hoe heeft hij ze bedacht? Hoe zijn ze tot stand gekomen? Welke ideeën liggen eraan ten grondslag? En hoe werkt het systeem van die ideeën vormgeven? En dat is leuk. Dus je staat heel dicht bij het creatieve moment, de bron. Een bron gevoed door Engelse literatuur, de zanger Tommy Steele uit Liverpool, de Beatles natuurlijk, Tibetaans boeddhisme. Allemaal bouwsteentjes voor onvergetelijke popmuziek, maar ook voor extravagante kunst. Mode. Ja, zijn kledingstijl, omdat het zo uitgesproken is, is heel androgyn. Maar dat is ook het gevoel wat we hebben, omdat we eigenlijk bij mannenkleding niet gewend zijn dat het uitgesproken is. En hij is daar wel een voorvechter geweest, hè? Een voorvechter voor het individualisme in kleedgedrag van de mannen. Bowie vaak uit op het tarten van de burgerlijke moraal. Jongen of meisje, aards of buitenaards. Een imposante carrière. David Bowie is inderdaad een fenomeen. Het is echt een kunstenaar. En muziek is wat mij betreft de kunstvorm die het meest direct naar het hart gaat. En hij heeft dat uitgebreid met het hele visuele en zijn performances. Hij heeft echt een soort totaal performance gemaakt van zijn kunst. Het is wat mij betreft een van de belangrijkste kunstenaars van de vorige eeuw. Het is heel aardig dat je me vraagt naar wat Bowie's diepste drijfveer is. Maar ik zou stapelgek zijn als ik daar een antwoord op gaf. Want dat weet ik niet. En ik hoop dat hij het ook niet weet. Want dan blijft het mysterie intact. En vanuit dat mysterie van het niet weten maak je soms een heleboel spannende nieuwe dingen. Je schrijft nieuwe songs. Omdat je eigenlijk op zoek bent vaak naar jezelf. Van de kunst naar het weer, Gerrit. Hè? Kleine stap. Ja. Het is koud, hè, vandaag? Ja, zeker. Vlammend begin van de dag. Maar zodra je buiten kwam, voelde je het. De wind die was koud. De temperatuur die zat op een graad of 7 zo'n beetje. Dit was in het oosten van het land, waar de zon het ook het langst volhield. In Haaksbergen. En later kwam de bewolking eraan. Want dat is namelijk wat er gaat gebeuren. Er komt bewolking aan, een front, regen. En hier zien we Utrecht met de Singel, waar weer water in komt te staan. Maar het gaat natuurlijk om de bewolking. En die werd in de loop van de dag steeds dikker en veroverde een steeds groter deel van het land. Heeft te maken met dit front. Dat zit eraan te komen. En daarachter zit duidelijk koudere lucht. Dat kunnen we zien aan die buien die hier zichtbaar zijn als witte vlekjes. Maar deze weersituatie met een hoge drukgebied boven het midden, zuiden van Europa en een lage drukgebied boven het noorden, dat staat garant voor zacht en wisselvallig weer. Want daartussenin staat een westelijke stroming. Willen wij koud weer krijgen, dan moet het precies andersom zijn. Een hoge drukgebied boven Scandinavië en juist lage drukgebieden hier in het zuiden. Maar ja, dat komt voorlopig niet. Dus hier moeten we het voorlopig mee doen. Als we even kijken hoe het verder gaat, dan zien we die neerslag dichterbij komen. Overtrekken, ook morgen overdag hebben we er zeker nog mee te maken in het zuiden van het land.
En dan komt hier alweer wat nieuws aan. Daartussen zit een gebied waar het even droog is. Waarschijnlijk profiteren we daar zaterdagochtend van. En zaterdagmiddag en zeker in de nacht naar zondag, dan komt die regen over ons heen. Dus het is echt een wisselvallige periode. De temperaturen die lopen dan ook behoorlijk uiteen. In het noorden is het dan nog een beetje koud, zou je kunnen zeggen. Want echt koud is het ook in Scandinavië niet. En hier in het Middellandse zeegebied is het nog steeds zo rond een graad of 15 op veel plaatsen. Zelfs nog wat hoger. Bijvoorbeeld in Faro wordt het een graad of 18. Nou, bij ons gaat het dus wat regenen. Is het al aan het regenen, in ieder geval in het noordwesten van het land. De regen zit al hier op de Wadden en komt langzaam maar zeker afzakken naar het zuiden. En zal uiteindelijk ook Limburg gaan passeren. Dat duurt nog wel tot middernacht voordat het zover is. En dan krijgen we een nacht die toch vrij nat verloopt met minimumtemperaturen van een graad of 3 in het zuiden nog voor de regen uit. Tot zo'n 7, 8 graden in het noorden van het land. Morgen dan hebben we ook regenachtig weer, zeker in de zuidelijke helft van het land. Het kan af en toe even droog zijn, maar toch regenachtig. In het noorden een enkele bui met een paar opklaringen en temperaturen die lopen uiteen van 7 tot 9 graden. Daarna dan blijft het wisselvallig. Zaterdagochtend waarschijnlijk droog, in de middag regen, ook in de avond en in de nacht. Daarna blijft de kans op regen groot en de temperatuur vastgespijkerd op 8 graden. Het blijft voorlopig zacht. Tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Straffen tot 6 jaar cel in het zogenoemde jihadproces vanwege opruiing en ronselen om jongeren af te laten reizen naar IS-gebied. In Nieuwsuur een gesprek met Volkswagenbaas Müller. Hoe denkt hij het vertrouwen terug te winnen van zijn klanten? 10 uur NPO 2. Goedenavond.